Badahari is weer vrij man, in elk geval voor eventjes. De beslissing van de rechtbank om zijn voorarrest op te heffen zorgt voor nogal verbaasde reacties. Slachtoffer Koen Everink, die zwaar mishandeld zou zijn door Hari, zegt geschokt te zijn. En ook het Openbaar Ministerie is verbijsterd. Wij vinden het een onbegrijpelijk en ook heel erg teleurstellend vonnis. En met name onbegrijpelijk omdat de rechtbank die heeft gezegd dat ze wel voldoende bewijs zien voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel met voorbedachte raden. En daar zit ook 12 jaar gevangenisstraf op. Maar dat toch de rechtsorde daardoor minder geschokt is dan bij poging doodslag. En dat is precies waar justitie bang voor is. Hari hoeft zijn paspoort niet in te leveren en daarom bestaat de angst dat hij de benen neemt naar Marokko. Iets dat hij in het verleden ook al eens deed toen hij gezocht werd. Hier hebben wij gezegd, er is sprake van inderdaad vluchtgevaar. Met name omdat hij ook twee paspoorten heeft, Nederlands paspoort en Marokkaans paspoort. In het geval dat hij wil vluchten en naar Marokko vlucht, en dat kan, want hij heeft een Marokkaans paspoort. Ja, de Marokkaanse autoriteiten leveren hun eigen burgers niet uit en dan zijn we hem kwijt. De rechtbank stelde overigens wel een aantal voorwaarden aan de vrijlating. Zo mag Hari zich niet in horecagelegenheden vertonen en mag hij geen contact hebben met slachtoffers en getuigen. In januari wordt de rechtszaak waarschijnlijk voortgezet.